Hoi, wat leuk dat je weer kijkt. In de video van vandaag ga ik jullie mijn lippenbalsem stash laten zien. Ik wilde al een tijdje stash video's gaan maken. Maar omdat ik, het opnemen is niet altijd even makkelijk. Dus ik heb gewoon, vandaag ben ik begonnen en ben met mijn lippenbalsem begonnen. Ik denk misschien ook wel gewoon leuk om te weten. Ik ga mijn stash video's in gedeeltes opnemen, omdat ik het ook leuk vind om echt te benoemen. Product voor product. Als ik stash video's kijk, vind ik het altijd heel erg jammer als niet alles genoemd wordt. Als er gewoon eventjes een beetje slow motion doorheen gaat. En dat snap ik. Als je alles in één keer wil laten zien, dan kun je moeilijk bij elk product echt heel erg stil gaan staan. Dus daarom heb ik ervoor gekozen om het in delen te doen. En vandaag is dus deel 1. En daar hoort dus dan eigenlijk mijn lippenzorging bij. Dus als je daar benieuwd naar bent, zou ik zeggen, kijk even gezellig mee. Ik begin even met een aantal lipproducten die nog in mijn reviewbak zitten. Of ik ze echt daadwerkelijk allemaal ga reviewen, dat weet ik nog niet. Maar die zitten er nog in, die zitten nog niet in mijn stashbak. Dat is deze Refreshing Raspberry Lip Balm van W7. In zo'n doosje. Deze ruikt ook heel erg naar raspberry. Ziet er ook gewoon heel erg leuk uit, vind ik zelf. Dan heb ik deze van Labello. Dit is een lip butter in vanille en macadamia. Dit vind ik ook een heel fijn product. Ik had deze, eerder waren deze van Nivea en nu is die van Labello. Deze Blistex Happy Lips. Too sweet to kiss aardbei. Deze lippenbalsem van Rimmel met een leuke tekst, keep calm and shop. Vond ik heel erg toepasselijk. Dan heb ik hier nog een vaseline met cacao butter. Ik heb zelf die vaseline cacao butter body lotion, die vind ik echt super lekker. Dus ik was heel erg benieuwd naar die lippenbalsem. Dan heb ik deze Labello for Men. En misschien vraag je je af waarom. Deze is mat. Dus deze kun je ook heel goed als onderbasis gebruiken. Bijvoorbeeld onder je lipstick. Maar je kunt hier ook gewoon lipstick mee mat maken. Dus daarom heb ik deze er ook nog in liggen. Dan heb ik deze raspberry lipbollen. Deze heb ik bij de HEMA gehaald. Maar dat vind ik dan zo jammer. Want dan is hij gewoon al gebruikt. Iemand heeft hem al gebruikt en ik ben het niet geweest. En dat vind ik altijd toch een beetje, ik weet niet, ik hou daar niet zo van. Dat is dan wel weer, dat merk je ook, hier zat verder ook geen plastic of zo omheen. Dus misschien dat dat het is, dat je hem ook gewoon heel makkelijk open krijgt. Dan heb ik hier nog een glossy lip balm in Sherry Brownie van Essence. En deze Catrice, het is een getinte lippenbalsem. En deze lijkt heel erg op een gewone lipstick. Dus die zitten allemaal nog in mijn reviewbak. Dan heb ik dit schattige tasje van Paul Frank. En hier zitten lipsmakkers in. Dit is een cadeausetje eigenlijk. Hier zitten 4 lipsmakkers in. Alleen nou weet ik dus niet of dat alles ook echt lippenbalsem is. Of dat er ook wat lipgloss bij zit. Deze krijg ik bijvoorbeeld echt al voor geen meter open. Dus ik weet ook echt niet wat het is. Ik weet in ieder geval dat het niet open wil. Het valt wel onder lipsmakkers. Maar ik weet eigenlijk niet helemaal of dat het allemaal lippenbalsem is. Volgens mij zit sowieso lipgloss. Dat weet ik eigenlijk wel zeker. En hier heb ik wel lippenbalsem en hier ook. Dus ik denk dat deze 2 gewoon lipgloss zijn. Ik ga beginnen met dit bakje. Dit is het eerste bakje wat in mijn laadje zit. En hier zitten vooral de lippenbalsems in stickvorm in. Hier heb ik eentje van Essence. Dit is van de Happy Curls Are Pretty collectie. Een sheer lipbalm. Die geeft ook een kleurtje af. Dan heb ik nog een lipbalsem van Essence. Dit is de Fruit Crush. En ik weet niet of deze nog verkrijgbaar is, want er zijn toen een heleboel uitgegaan.
een Baby Lips van Maybelline. Dit is de Fruit Pink Punch. Nee, niet Fruit, hij heet Pink Punch. Dit vind ik hele fijne lippenbalsems. Dan heb ik een coconut lipbalm erin zitten. Deze zit er eigenlijk normaal niet in. Ik heb hem nu voor de video er even bij gepakt. Deze komt bij de Action vandaan. Deze koop je in een verpakking van 2. En ik heb echt eigenlijk deze gewoon in mijn nachtkastje zitten. En ik heb er ook eentje in mijn tas zitten. En verder liggen ze ook nog wel ergens door het huis heen, denk ik. Ja, dit is gewoon ja, een lippenbalsem die gewoon heel lekker ruikt naar kokosnoot. Maar verder niet heel bijzonder. Maar ik moet dus altijd gewoon echt mijn lippen insmeren voor het slapen gaan. Ik kan je ook wel laten zien. Kijk, ik heb nog dit ervan over. Dus kun je zien hoeveel ik smeer. Dan heb ik deze Labello. Dit is de Fruity Shine Sherry. Zo heet hij ook gewoon. Dit is volgens mij een rode. Ja, die ruikt heel erg lekker naar kersen. Doet me een beetje denken aan die kersensnoepjes van vroeger. Dan heb ik deze. Dit is de Pearly Shine. Dit is eigenlijk mijn favoriet. En deze zit ook eigenlijk bijna al gewoon niks meer in. Ik heb echt nog maar een heel klein beetje. En deze geeft zo'n hele mooie hoe heet dat? Parelmoerglans. Dan heb ik deze Labello. Dit is de Repair & Beauty. Dit is ook zo'n parelmoer. Hier zit een wit rondje in het midden in. Dan heb ik een cupcakeje. Ik zal even kijken of die ook nog kleur heeft. Deze ruikt heel erg naar kokosnoten. Dan heb ik deze Pure Brilliance Color Lip Balm van Catrice. Dit is een getinte lippenbalsem in Romeo en Juliet. Als ik het goed zeg. Juliet. Blijft lastig. Dan heb ik deze Rescue Lip Balm. Dit is een mint geurtje. Die vind ik ook heel erg lekker als ik verkouden ben. Dan heb ik deze hele schattige. En deze is van... Oh, moet ik eens even kijken, want dit is wel een merk. Hij ruikt echt super zoet. Hij ziet er verder niet heel bijzonder uit. Maar ik weet het merk eventjes niet meer. Vogue. Deze is van Vogue. Met die katjes erop. En ik hou heel erg van katjes. Dan heb ik nog deze Labello. Dit is olive en citroen. Volgens mij is deze ook groen. Ja. Niet heel interessant verder. Nog een getinte lipbalsem van Essence. Dit is de Glow Tinted Lip Balm. Even kijken of hier nog een kleurtje op staat. Dit is de kleur Glam Up. Maar ik denk niet dat jullie dat kunnen lezen. Dan deze lipsmoeter. Die heb ik eigenlijk gewoon bij lippenbalsem gedaan. Omdat die ook verzorgend is. Dan deze Applicious van NYC. Hier zit ook echt zo'n appeltje in. Dat vond ik echt... Deze ruikt ook heel erg lekker. Deze vind ik echt heel erg leuk. Ook. Ik zal even kijken. Dit is de kleur Caramel Apple 351. Dan heb ik een Burt's Bee. En dit is... Ja, dit zijn hele fijne lippenbalsems. Deze is rood. Deze waren toen eindelijk een keer bij de drogist te koop. En toen heb ik ook gelijk deze gehaald. Want deze wilde ik echt al heel erg lang. Dan heb ik nog deze lippenbalsem. Deze is van de Body Shop. Ruikt ook heel sterk. Ook weer naar snoepjes vind ik het. Ruiken. Dit is de Pomegranate lipbalm. Dan heb ik nog deze Labello Classic. Die kennen we denk ik allemaal wel. De Intense Repair. Deze vind ik vooral heel erg fijn als ik een koortslip heb. Of zo, want deze hielp daar heel erg tegen. Want je had toen ook eentje die was van
Labello, maar die hebben ze niet meer. En toen heb ik deze maar gehaald, omdat deze ook heel goed werkte. Maar hij is eigenlijk niet echt daar per se voor, maar het is gewoon een intensieve lippenbalsem. Dan heb ik deze Labello, die is tegen de zon, tegen het verbranden. Hier zit volgens mij ook SPF in. Ja, hier zit SPF 30 in. Dus deze is perfect voor de zon. Heb ik nou niet meer nodig, want ja, de zomer is wel een beetje gedaan. Dan heb ik deze lipsmacker van Coca-Cola. Deze is ook zo lekker. Nog een kip cupcakeje. Dit is een aardbeien. Zo roze. En dan heb ik nog deze lipscrub. Deze is van de Body Shop. En hier zit gewoon echt zo'n scrub in met stukjes. En ja, is echt heerlijk om te doen. Maar ik doe het eigenlijk wel te weinig. Maar het is echt een heel erg fijn product. In dit mandje zitten vooral de lippenbalsems in blik in. Ik heb als eerst deze. Het is een bloemetje. Hier heb ik ook een handcreme van. Deze kon je een tijdje geleden bij de Kruidvat kopen. Oh, hier zit eigenlijk lipgloss in, zie ik nu. Dus eigenlijk hoort deze hier niet. Ik krijg hem ook echt niet open. Dat is dan wel weer een beetje jammer. Maar ja, ik begrijp het niet helemaal. Maar hij is wel heel schattig. Dan heb ik deze van Purol. Dit is een B-lipbal. Volgens mij is deze... Hier zit bijenwas in. Misschien is deze ook wel een beetje voor de zon. Er zit vitamine C in en E. Deze heb ik ooit bij de Action vandaan. Dan heb ik nog een Paul Frank lipsmakker in een doosje. Deze is ook... Waarom krijg ik die? Deze is heel mooi roze. Ruikt ook super lekker. Dan heb ik deze vaseline blikjes. Dit is de Rosy Lips. Vind ik ook super fijn. Deze is ook voor de zon. Tegen de zon. De normale. De original. Met aloe vera. En deze Limited. De Queen Bee. Limited editie. Dit is eigenlijk een lippenbalsem aardbei. Ja, maar deze vond ik vooral heel erg leuk vanwege die snorretjes, die moustaches die erop stonden. Daarom heb ik het gekocht. Dit is dus die lipbutter waar ik het straks over had. Dit is de Raspberry Rose van Nivea. Deze is ook echt roze. Is ook heel fijn deze. Dan heb ik deze. Deze heb ik bij de Primark gekocht. En dit is chocolade. Oh, zo lekker. Echt heerlijk gewoon. Dan heb ik nog een Burt's Bees. Burt's Bees. Dit is met wax erin. Dit is dan het doosje. Heel schattig klein ook. Dit is een lippenbalsem van Kleenex, maar deze kun je dus ook voor je neus gebruiken. Want hier zit ook van dat dampo zit hierin. En dat is dus heel erg lekker. Daar gaat je neus ook van open. Eigenlijk kun je het een beetje vergelijken. Volgens mij hebben ze ook van die zakdoekjes waar gewoon dampo in zit. Dat is echt super handig. Super fijn als je verkouden bent. En dan heb ik nog deze Little Red Tin Lip Balm. Waar heb ik deze eigenlijk vandaan? Volgens mij een keer bij de Issy Paris. Dacht ik. Er staat verder eigenlijk niet echt op waar die vandaan komt. Ik krijg het doosje ook niet open. Maar deze vind ik ook heel fijn. Als laatste heb ik nog dit kleine bakje. En hier zitten er nog maar een paar in. Hier heb ik 3 van deze poppetjes. Ik ga ze even met z'n 3 naast elkaar leggen. Deze heb ik een keer bij de Action gehaald. En hier kun je gewoon het hoofdje eraf draaien. En zit er een lippenbalsem in. Dit is dan een roze. En volgens mij zit hier een groene in. En hier dan ook echt een blauwe.
Dan heb ik lipbom van W7. Dit zijn, daar heb ik er ook 3 van. Deze heb ik ook al een keer gereviewd. En deze lijkt je heel erg op de EOS lipbalm. Eigenlijk een hele goede dupe hiervan. Oh. Ze hebben ook volgens mij nog namen. Dit is de Pink Sherry deze. Dan heb ik hier Strawberry. En dit is Raspberry. En het laatste wat hierin zit is deze EOS lipbalm. En dit is wel echt een van mijn favorieten, want dit is een balletje. Als laatste heb ik nog dit doosje. Deze is van Paul Frank, zoals je kunt zien. Hier zitten ook lipsmakkers in. En hier zitten allerlei soorten in. Je ziet er ook al een paar, die komen ook terug in dat tasje. En ja, ik vind het gewoon hele leuke setjes. Ook heel erg leuk om cadeau te geven aan iemand. Gewoon geweldig, omdat je, ja, het ziet er gewoon heel leuk uit in zo'n blikje. En ik vind Paul Frank gewoon heel erg leuk. Dus eigenlijk hoort hij er ook nog bij. Dit was dan mijn lipverzorgingsstash. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien. Misschien vind je het wel een beetje veel. Het is op zich ook wel, ja, weet je, ja, of je alles ooit opgebruikt, dat weet ik niet. Maar ik probeer echt zoveel mogelijk van alles gewoon te gebruiken. Zodat het niet voor niks erin ligt. Ik vond het eigenlijk wel leuk om eindelijk een keer een stash video op te nemen. Ik vond het ook wel leuk om het op deze manier te doen. Zodat ik het wat uitgebreider kan vertellen. En ik wil je gewoon bedanken voor het kijken. En ik zie je eigenlijk gewoon heel snel weer. Doeg!